We hebben hier ongeveer 1500 strekkende meter hockeyrichting staan. En er zijn heel veel bierkratjes, in ons geval een belangrijk deel Heinekenkratjes. Maar hoeveel stage geldt, dat weet ik niet. Maar ja, we hebben daar wel nagevraagd met de leverancier, maar die is nog aan de tellen volgens mij. Ja, dit type kunststof is van zichzelf heel erg sterk. En doordat wij eigenlijk de draagconstructie van de plateaus maken op de kunststof, inrichting, hebben we dus een hele sterke kunststof nodig. En daardoor was dit soort kunststof heel erg geschikt. Het is dezelfde kunststof als waar ze bijvoorbeeld luchtwassers van maken. We produceren hier op 1 beter leven 1 ster van de dierenbescherming. Daardoor hebben ze meer ruimte nodig, 1 vierkante meter per varken. Nou, dan kun je dat zeggen van maak het hok groter, maar je kunt het ook op een creatieve manier doen. En dat is door middel van plateaus. Er zit vloerverwarming in, daar zit een lichtstraat in, daar zit extra afleidingsmateriaal in, in de vorm van strookkokers. Er zit een voerinstallatie in waar we eigenlijk 5 soorten voer kunnen voeren. Alles dusdanig gemaakt dat we zo optimaal diervriendelijk kunnen produceren.